400 meter komen we een sneeuwgrens tegen. Dat zal ons wat vertragen. Vervolgens zullen we contact gaan zoeken via de HF. Test met Foxtrot. Nou, is die geslaagd, zullen we terug verplaatsen naar het eindpunt. Daar zal onze pick-up ook zijn. Dat is het einde van de route. We zijn hier in Schotland, ten noorden van Inverness, in de Lufness Mountains, bezig met de laatste voorbereidingen voor de oefening Lufness Recce. 43 Brigade Verkenningsesgedrons, samen met de verkenners van luchtmobiel en de Panser Infanterie, bereiden ons voor op een operationele gereedstelling volgend jaar. En dat houdt in dat we inzetbaar zijn voor nationale en internationale inzet. Het doel van de oefening is om onder grote mentale en fysieke druk het groepsproces te bevorderen en de verschillen tussen de verkenningseenheden weg te nemen. En om een effectievere en multi-inzetbare eenheid daarvan te maken. Dat betekent dus dat wij verkenners moeten kunnen uitwisselen tussen eenheden. Dat zijn allemaal verschillende eenheden, maar we zijn allemaal verkenner. Ja, het was wel even wennen natuurlijk. Het terrein is best wel zwaar. Het lag boven sneeuw tot boven de kniehoogte. Dus ja, dat is wel even wat anders dan in Nederland lopen. Maar het is wel heel mooi. Het uitzicht is mooi en dat, ja, ook met de groep was het heel leuk om te lopen. Voor mij een hele leuke ervaring. Mooi gebied. Ja, wel een beetje drassig. Die dacht net van de sneeuw af te wezen, maar dat is niet. En ja, ik heb het positief ervaren eigenlijk.